Deze wijn van Casa Roma is van een relatief kleine producent die op biologische wijnen zijn druiven verbouwt. Treviso ligt in het noordoosten van Italië. Binnen dit gebied worden wel meer prosecco's gemaakt. Het gebied heeft een relatief koel klimaat op de uitlopers van de Alpen. De bodem is hier voornamelijk kalkhoudend. Dat geeft toch wat speelse, frisse, minerale wijnen. De meeste prosecco's worden gemaakt van de prosecco-druif. Daarentegen zijn er wel een aantal die niet per se gemaakt hoeven te worden van prosecco-druiven. Deze is dat wel. Het is een vrij klassiek gemaakte wijn die een tweede gisting krijgt op tank. Daarmee verliest hij wat koolzuurdruk. In champagne heeft ongeveer 6 tot 7 bar druk. En dit zit op ongeveer 2,5 à 3 bar druk. Dus het is minder intens bruisend, maar drinkt daardoor wel makkelijk, soepel en plezierig. Prosecco laat zich het best begeleiden eigenlijk bij simpele maaltijden. Gebruik hem ook als aperitief net voordat de maaltijd begint. Het is gezellig om met vrienden een flesje bubbels te drinken. Je kan hem eventueel doordrinken als je daarbij fingerfood serveert of kleine tapasgerechtjes.